Estoril du Cèdre is gefokt uit een van de succesvolste moederlijnen van Frankrijk. Zijn grootmoeder Brizijs d'Elby gaf maar liefst 4 goedgekeurde hengsten en 8 internationale springpaarden, waarvan er 3 op 1,60 niveau hebben gesprongen. Het bekendste paard uit de fokkerij van Brizijs d'Elby is natuurlijk de internationale tophengst Quickly de Krijsker. Deze diamant de semi-zoon, de volle broer van Estoril's moeder Ulgada de Krijsker, was enige tijd nummer 1 van de wereldranglijst. Quickly de Krijsker won tientallen internationale rubrieken, waaronder de grote prijzen en wereldbekers van Al Ain, Parijs, Rabat, Verger de la Frontera, Le Touquet en Fontainebleau. Estoril du Cèdre is een zoon van de extreem goed fokkende hengst Jarnac, deelnemer aan de Europese kampioenschappen in Madrid en winnaar van de grote prijs van Chantilly. Jarnac is een zoon van de Anglo-Arabier Rion d'Anzex, zelf deelnemer aan de Wereldruiterspelen in Den Haag. Jarnac vestigde zijn naam met tientallen nakomelingen op het hoogste niveau. Onder het zadel van Max de Mol toont Estoril du Cèdre zijn onbegrensde vermogen en kracht aan de sprong. Met zijn afdruk en zijn macht doet hij veel denken aan zijn grootvader Diamant de Semilly. Maar ook de vechtlust van oom Quickly de Krijsker is terug te zien in het briljant gefokte toptalent Estoril du Cèdre.